België heeft in totaal 34,1 miljoen dosissen van het coronavaccin besteld. Maar dit moet worden vervoerd op een bepaalde temperatuur. Zo moet het vaccin van Pfizer worden vervoerd op min 70 graden. En dit gebeurt allemaal met droog ijs. Wij gaan op bezoek bij een specialist van droog ijs. Wij beschikken over een eigen droogijsproductiecapaciteit waar we twee kwaliteiten maken, de 3 mm en de 10 mm. De 10 mm wordt gebruikt in de medische sector voor het vervoeren van vaccins. De 3 mm droogijs wordt gebruikt als reinigingstoepassing. NiceClean is gespecialiseerd in het reinigen met droogijs. Dat doen we zowel op locatie in verschillende industrieën, de voedingsindustrie, de chemische industrie als de grafische industrie. En in ons atelier hebben we ons gespecialiseerd in het reinigen van drukmachines. De drukmachines komen van overal ter wereld naar ons atelier. Hier worden de machines vakkundig gedemonteerd, waarna ze gereinigd worden. Het reinigingsproces omvat 4 stappen. Reinigen met droogijs, ultrason reinigen, thermisch reinigen en het manueel reinigen. Daarna kan in samenspraak met de klant gekozen worden om de machine te herschilderen. Daarvoor hebben we onze eigen poederlaklijn en een natlakinstallatie. Droogijsstralen is een milieuvriendelijke reinigingsproces. Er komt een natuurlijk gas vrij tijdens het reinigen en nadien wordt het vuil opgezogen of opgeveegd. Tijdens het lakproces gebruiken we een watergedragend verfsysteem waardoor er geen solventen vrijkomen. NiceClean is actief in een nichemarkt. Wij blijven investeren in innovatieve reinigingstechnieken om onze processen te optimaliseren.